In het leven moet je openstaan voor nieuwe dingen. En dat is wat jij vandaag ook moet doen. Want vandaag schuiven we Pokémon heel even aan de kant. Je weet wel, die dingen zijn duur en zeer gewild. En gaan we dit openen. We openen vandaag 10 van deze bollen. En voor de mensen die trouwens nieuw zijn, dit is wat er in die bol zitten. Allemaal miniatuur speelgoed en dat ziet er enorm leuk uit. Het hoofddoel van deze video is om de special edition figuurtjes te vinden. En hoe die er exact uitzien, dat zal ik jullie direct eens laten zien. Want ergens in deze bol zit normaal gezien de collectiehandleiding. Volgens mij in een van deze grotere, dus we gaan eens kijken. Hier zit al geen foldertje bij, dit is gewoon de Dora Explorer Backpack Adventure Set. En je moet denken, elk ding dat je in deze video ziet, kun je ook gewoon in het groot vinden. Voilà, hier hebben we hem. We zien hier de Robo Alive Dino. Maar dit is wat ik jullie wou laten zien. Hier kan ik jullie snel even laten zien wat die special editions nu eigenlijk zijn. Voilà, hier. Metallic, dat zijn dus de gewone figuurtjes, maar dan metallic. Ik weet niet precies wat ze daarmee bedoelen, want deze zien er niet gewoon metallic uit. Zouden dat gewoon echte ijzeren figuurtjes zijn? Dat lijkt mij een beetje heel raar. Maar deze wil ik vinden. Glow in the Dark. Hoe leuk is dit? Dat is letterlijk zo'n bol als we hier vandaag openen. Maar dan in het miniatuur en die is Glow in the Dark. Als ik dat kan vinden, heb ik al een van de allerzeldzaamste. En dan heb je hier de super rares. Dat zijn de gouden. De gouden, dat zijn zo'n beetje zoals de Charizard bij Pokémon. Die vind je echt zo goed als niet. En dan hierboven heb je nog de ultra rares. Wat zou meer zijn? Super rare, ultra rare? Ja, ultra rare gaat nog zeldzamer zijn. Wat is hier speciaal aan? Kijk, hier heb je weer zo'n bol. Volgens mij zijn deze glinsterend. Denk ik, hè. Ik kan fout zijn, maar kijk. Er zijn er heel veel die je kunt vinden. Dus de kans dat we er zo eentje kunnen vinden is wel redelijk hoog. Wie weet vinden we er zelf al één in een van deze drie wat we nog kunnen openmaken. Dit is een nieuwe, die heb ik nog niet gezien. Wat is dit? Oh, dat is gewoon een frisbee. Hoe gek is dat? Ze maken echt overal miniatuurspeeltjes van. Dit is letterlijk de juist dezelfde die je in het groot kunt vinden, maar dan in het klein. Ja, dat is eigenlijk wel gewoon het concept van miniatuur. Wat is dit? Eens kijken of ik dichterbij kan inzoomen. Washable glue. Dit is gewoon lijm. En dan hebben we nog eentje. En dan zijn we al door de eerste bol. En we hebben er nog 9 daarna om te gaan. Om te kunnen openen. Dit is weer een nieuwe. Jij. Blaze Starla. Dit is een soort van monster truck. Een roze monster truck met een hoed. En aan de achterkant zit je dan de 4 andere, 5 andere monster truckjes die je kunt vinden. Nu ga ik 2 ballen tegelijk openen. Betekent dus dat we 5 nieuwe kansen hebben op een special edition. Ik ga er 1 willekeurig uitpakken, rap open doen en dan zijn we er zo door. Oké, scherpstellen zou ook heel fijn zijn van ja, voilà bedoel ik. Jojo Siwa Pop, ja, heb ik er al een paar van gezien, maar ik denk niet dat ik specifiek deze heb. Special edition? Dit lijkt me een special edition, deze is toch glimmend? Oh, helemaal glimmend. Wacht, ik pak het foldertje erbij. Ofwel ligt het aan het figuurtje zelf. Want hier zie ik er maar 4 op staan. Dit is hem niet, want het is van Ninja Turtles. Hier ook niet. Ah nee, hier is het alleen maar goud. Hier heb je die glow in the darks. Jawel, metallic. Dat is dus wat ze bedoelen met metallic. Zo'n klein beetje een glinster eraan geven. Een metalen glinster. We hebben onze eerste special edition binnen. Nummertje 21. De Ninja Turtles collectie. Dan nu de volgende, de hula hoop. Dat ziet er zo grappig uit, het is eigenlijk gewoon een plastic ring. Maar dat is ook eigenlijk wat een hula hoop is. Maar die hebben we al, die heb ik al gezien. Dus we gaan rechtstreeks naar de volgende. We zien een X-shot, een soort van Nerf gun, I guess. Hebben jullie Nerf of hebben jullie X-shot? Laat maar weten in de reacties hier beneden. En als je dan toch beneden bent, dan kunt je mij ook heel even een likeje achterlaten. Hier zien we een Minosaur dinosaurus. Leuk, maar het is een dubbel. Dus we gaan rechtstreeks door naar het Nickelodeon Slime Metallic. Zou hier echt slijm in zitten? Denk het niet. Dit is weer een grote, dus hier zit... Wauw, deze is nieuw. Een slang. Robo Alive slang. Ik vraag me af hoe dit is in het echt... Allee, in de grote speelgoedversie. Zou dat dan echt een robotslang zijn? Heel misschien kunnen we het hier op de zijkant zien. De grootste uitdaging bij het filmen van deze kleine figuurtjes is om scherp te stellen. Want
Ja, je weet, je kunt zien, hier dat is zo groot als mijn drie vingers. En dan moet mijn camera dat ook nog goed scherp in beeld kunnen brengen. En je kent mijn camera, het is een beetje een klungel. Af en toe lukt het niet zo goed. We zien Dora! Maar al bij al mogen we toch tevreden zijn van dit cameraatje. Allee, ik ben er toch tevreden van. We zien een blauwe frisbee. Was die van daarnet ook blauw? Jawel, onze eerste dubbel van de video. Ik ben begonnen met één bal. Daarna heb ik twee ballen geopend. Nu gewoon drie dan. Drie ballen openen, dat betekent 15 mystery bags. 15 mystery bags. Er zijn er eigenlijk wel redelijk veel als je zo samen ziet liggen. En we gaan er rap doorgaan. Nummer 1, de stuiter hacky sack bal. Die heb ik al. Snel naar de volgende. Speedrun. Oh, is dat weer een winkelkar? Ah nee, dat is een winkelmandje dit keer. Ja. Moet ik dat nu echt gaan bouwen? Dat zal ik voor de volgende keer laten. Volgende. Ik hoop niet dat ik veel te veel van die bouwdingen tegenkom. Want ik ga jullie heel eerlijk zeggen... Verf. Ik ga jullie heel eerlijk zeggen... Ik heb een klein beetje tijd tekort voor deze video. Die moet om 5 uur online. En het is nu 4 uur. Dus ik moet me toch wel haasten. 5 uur gaat het waarschijnlijk niet worden. Maar 6 uur is ook nog goed. Deze is nieuw. Ik zie niet direct wat het is... Fingerlings, dat is waarschijnlijk een vingerpopje gewoon. Als jullie weten wat het is, mocht me altijd op de hoogte houden in de reacties. Een frisbee, dit keer geen blauwe, maar een rode. Zou die dan verschillend zijn? Frisbee Ultimate en deze noemt All Sport. Dus dat zal een soort van andere gooimethode aan verbonden zijn ofzo. We hebben een dubbel. Opnieuw een fingerlings. Oh, yes. Een nieuwe. Dit is denk ik een special edition. We halen het boekje er maar weer eens bij. Kijk, is dit die ultra rare, ultra rare, ultra raros? Is dat die? Ik weet het niet. It bitty pretty. Maar dit lijkt mij een andere kleur. Dan zou dit gewoon de standaard versie misschien zijn. Hier zie ik hem niet tussen staan. Hier ook niet. Oké. We zitten hier. Dit is geen special edition. Weet je welke figuurtjes ik trouwens heel graag wil? Deze hier. Kent je Rubikubes? Die is super vet. En deze. Dat zijn een soort van mijn favorieten. Die twee hebben we net gevonden. Die hebben we ook al gezien. Die verf ook. En nu, in deze, zit een Rubikubes. Nee, dit is een autootje Blaze Ready to Roll. En dan hier de achterkant van de verpakking. Sorry jongens, dat is echt heel klein. Mijn camera heeft een klein beetje moeite om scherp te stellen. Deze, al heel vaak tegengekomen. Volgende. Een winkelkar, die kan ik jullie hier tonen. Die heb ik al een paar keer dubbel. Ah nee, als je goed kijkt, zie je dat het een winkelrekje is. Maar gelukkig heb ik hier ook al eentje die gebouwd is. We zijn er wel rap aan het doorgaan. Het is nog maar nog 4 van die dingetjes. En dan zijn we alweer door 15 van die mystery bags. Dit was de grote versie van daarnet. Deze is nieuw, denk ik. Untamed, een draakje. Hier is de achterkant. Ah, dat is weer zo'n vingerpoppetje eigenlijk. En dan hebben we weer een grote versie. Weer al met een boekje. Ah ja, ik heb 3 van die bollen geopend. X-Shot hebben we net gezien. En dit is volgens mij al de laatste. En dan gaan we voor de volgende... Dit is een superbal, een hele grote stuiterbal, een hele goede stuiterbal. Zou die eigenlijk echt stuiteren? Wacht. Ik heb die toch dubbel. Dus laten we die gewoon eens openmaken. En dan kunnen we zien of dat echt stuitert of niet. Nee, jongens. Dit is gewoon een hard stukje plastiek, kijk maar. Ik ga het hier laten stuiteren. Dat is geen stuiterbal. Net 3 ballen geopend... Dat is 4. Net 3 ballen geopend. En nu gaan we voor 4 ballen gaan. En ik ben toch blij dat we op zijn minst toch 1 special edition hebben kunnen vinden. En terwijl ik dit hier open, heb ik jullie heel even tijd gegeven om de video te liken. Dit gaat zo moeilijk open altijd, hè. En dan kan ik jullie nu ook heel even een beetje fanart laten zien. Er heeft nog 1 iemand fanart doorgestuurd via Instagram. Trouwens, als jij ook toevallig in de video wilt komen met je fanart... Stuur dat gewoon door en dan steek ik het meestal in de eerstvolgende video nadat jij het hebt doorgestuurd. Dus hier is de fanart. Heel veel bedankt voor de fanart. En ik ga ze nu snel even open doen. En 4 ballen betekent 4x5 mystery bags. Dus 20 mystery bags voor dit laatste deel van de video.
Normaal heb je nu al tijd genoeg gehad om te liken. Ah, weer een mandje. Die mandjes, die interesseren me niet. Kom op, hè. Geef me eens een nieuwe special edition. Yes, dit is iets vet. Een Ninja Turtles, hoe noemt dit, vechtwapen. Dit is van Raphael. Ah, hier. Heel klein geschreven. Jullie gaan het waarschijnlijk niet kunnen lezen, maar daar staat Twin Sai. Dat gaat de naam zijn van dat wapentje. Dan opnieuw de Haggis Sack. Ik herken hem al langs de achterkant. Die heb ik al redelijk vaak gehad. Kom op, geef me een Rubik's Cube. Die vind ik echt heel leuk. Een Blaze Monster Truck, maar dit keer een andere dan we daar straks hadden gehad. Daar straks hadden we die met de roze hoed, weet je nog? En nu hebben we, welke is dat? Een beetje bruin, dus dat is... Die staat er niet bij. Dat is random. Oké. We zijn alweer door 3 erdoor, of wat? Of zijn het er 4 die we al hebben geopend? Wow, daar vliegt hij even. Wat is dit? Ah, oké, dit is gewoon... Ik dacht langs achter, oh, lekker, een ijsje. Maar het is een Barbie in een Sparkle Girls verpakking. Dus het is geen Barbie, het is een Sparkles Girl. Je moet het wel juist zeggen, hè. Oh, nee, dat zijn degene met... Zo, ziet je die grote? Nou, wacht. Ik laat het jullie even zien. Ziet je het verschil tussen deze en die? Ja, nu laat je toch een grote zien, hè. Jongski. Er is een grote verschil. Kijk, deze en deze. En dit zijn meestal de leukste speelgoedjes. En nu krijgen we natuurlijk weer een dubbel. Dat is niet plezant, hè. Niet plezant voor jullie en niet plezant voor mij. Dit is wel leuk. Kijk, hier heb je washable markers in. Deze heb ik al gehad. En wat denken jullie? Zitten er echt markers in? Gaan we eens samen kijken? Nou, er zit karton in. Dit is dus eigenlijk gewoon een verpakking van crayons. Hoe zeggen jullie dat in het Nederlands? Crayons, krijtjes. Dat is het woord dat ik zocht. Dit keer hebben we de Ninja Turtle, maar niet de special edition, maar de gewone editie. Ja, weer een grote. De grootste zijn de leukste. Dit is nogmaals die roze en niet de special edition. Ik ga 1 grote houden voor af te sluiten. Dat is fijn natuurlijk om met een grote af te sluiten. Terwijl ik dat zeg, pak ik gewoon nog een grote. Wat is dit? Bunch Balloons. Hiermee kun je heel veel waterballonnen bouwen. Als je de grote editie hebt natuurlijk. Ik denk dat jullie dit wel kennen. En dan... Bruh. Dat is de derde. Van onze grote die we al verspild hebben aan deze Raphael-wapens. Ik ben nu al beu met die Raphael-wapens. Geef me een Rubik's Cube. Dat is alles wat ik wil. Dit is Ren Stimpy. Die ken ik niet. Amai, het begint hier al leeg te geraken. Dit is X-Shot. Is dat dezelfde als daar straks? Dit is het niet. Ik vind hem niet meer. Zien jullie hem hier ergens tussen liggen? Het is hier echt een... Het is hier echt een puinhoop aan het worden. Maar hier zit je al 2 dubbels. Maar de X-shots zijn helaas al weg. Misschien heb ik die al bij deze gelegd. We hebben nog 1, 2, 3, 4... Ik vond al dat het er weinig leek. Maar we hebben dus nog 6 kleintjes. En nog 1 big boy. Deze big boy gaan we openen op het einde. Nu gaan we de 6 kleintjes openen. Nummer 1. Baby van Nickelodeon. Rugrats staat erop. Volgens mij heette dat vroeger anders, maar ik keek dat programma al. Dan, de volgende is weer zo'n vingerpopje. Die herken ik ondertussen al. Een vingerpopje, wat is het? Een eenhoorn. Ja, dat is een eenhoorn. Dan, een eenhoorn, zo noem dat. Hé, deze is wel leuk. Deze is nieuw. Ik is, staat erop. En wat is dit? Ah, oké. Okay. Ah, dat is van Hey Arnold. Daar is Hey Arnold. Maar wat doet die eikjes erbij? Dat heb ik nog nooit gezien. Misschien is dat na mijn tijd op tv gekomen. Maar misschien kent iemand van jullie dit. Deze ben ik beu. Die heb ik al heel vaak. Tanden. Nog 3 te gaan. Hackiesack. Weg ermee. De voorlaatste. Yes. Of nee, toch niet yes. Die hebben we net al 3 keer gezien. Fingerlings. Dat is weer zo'n vingerpopje. Spelen mensen echt met vingerpopjes? Want persoonlijk vind ik een vingerpopje niet echt zo heel spannend. Maar dan wat wel spannend is, is de laatste mystery bag van vandaag. En wat een anticlimax. Letterlijk gewoon shopping bags en ik heb ze al. Bedankt voor het kijken. Geef nog even een likeje, abonneer en dan zie ik jullie bij de volgende video.